Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Het is vakantie! Yes! Dat betekent... gisteren hebben we natuurlijk een dagje dierentuin gehad. Voor Jordi is dat heel intensief. En hij heeft daarna gewoon een momentje voor zichzelf nodig de dag daarna. Dat is altijd zo. Deze hele week heeft hij voor zichzelf, want hij moet deze week helemaal niks. Straks komen mijn ouders op bezoek en dan is het ook weer druk. Dan zijn zijn broertjes druk. En laat hem maar even lekker in zijn eigen wereld. Sam zit ook even in zijn eigen wereld. En Liam, onze bendemaker, die is lekker aan het spelen. Ik heb vanmorgen al picknick gehad, dus mijn boodschappen... heb ik in huis. Ik heb wat in de vriezer moeten, heb ik al in de vriezer gelegd. Ik moet alleen nog eventjes spullen in de koelkast leggen. Maar dat ga ik zo doen. Want ik ga eerst even de koelkast schoonmaken. Zodat ik wat dingetjes er nog uit kan halen en weg kan doen. Et cetera, et cetera. Want soms heb je gewoon die periode dat je dat even moet doen. Nou, dat heb ik nu dus. Kindjes zijn lekker bezig en ik kan gewoon mijn eigen ding even doen. Ik had gisteren het kastje vandaag weer daarna terug. Oeh, goedemorgen Mandy. Weer teruggezet, want dit kalf was het andere kalf aan het vervelen. Dus ik heb dit tentje hier neergezet. Maar daar wordt gretig gebruik van gemaakt. En niet door de twee kleine letters, maar door dit kadaver. Hij is wat blij met zijn teentje. Ben je blij met je teentje, Jordi? Hey, hallo. Hallo. Kom, jij ook niet leren over de kleur. Kom, nee, hier. Ah! Geef hier. Geef hier. Hier. Dan gaan we het even anders doen. Jordi, heb je poepje gelaten? Het stinkt hier echt in de tent. Dat is de oranje vogel. Rebbe! Het blijft niet staan. Nou blijft iets staan. Jordi, je stinkt wel, hè? Ik weet niet. Kun je je eigen lucht zo wel behouden? Word je niet vergast hier? Hallo? 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 Ik heb jou! Hier, hallo! Hé, hey, dik op. Welke driehoek is het kleinst? Een lekker ding. Ik moet denk de luien verschonen. Hij heeft al fruit en drinken gehad. Die andere twee die zijn nog fruit aan het eten en aan het drinken. Maar jezus, wat een lucht hangt daar binnen, zeg. We hebben gegeten. Nou zit ik op de bank met Sam. Wat heb jij daar? Wie is dat? Sky. Is dat Sky? En wie is dat? Chase. En waar is Suma dan? Ga Suma pakken. Laat zien. Laat Suma zien dan. Pak Suma. Nee, die heb je niet daar neergelegd. Ik weet niet, daar ligt die. Laat zien. Laat zien aan alle mensen. Dat jij Suma hebt gehad. Suma, laat zien. Laat zien. Laat zien dan. Ik moet je laten zien. Zeg je, kijk, Suma. Sky. Maar ik heb nog iets anders met de jongens. Kijken of dat hij het nu gaat doen. Sam. Paw Patrol, niet zoals onze doel! Doe dan! Paw Patrol, niet zoals onze doel! Paw Patrol, nada! Paw Patrol, niet zoals onze doel! Zakjes. Dat is niet lief, hè? Ja. Paw Patrol, niet zoals onze doel! Paw Patrol is Sky. Sky.
Jupiter. Sky! Sky! Suma! Mama! Suma! Sky! Sky! Cheese! Oh-oh. Oh-oh, zag je hem opvliegen? En wie is dit? Wie is dit? Dat is Rubble. En jij moet die van jou weer gemaakt hebben, zeker. Kom eens hier. Mama maken. Kom hier, mama maken. Meneer Stuitenbouw. Geven dan. Kom hier, mama kusje geven. Dan moet je ook uitkijken waar dat je loopt, hè? Ja. Kom hier. Waar is je voet? Welke voet heb je uit? Dan moet ik... Waar? Ik moet wel weten waar, hè? Ik ga niet 20 keer op dezelfde plek kusjes geven. Waar? Hier? Kijk hier. Of daar? Waar? Daar? Stinkvoeten. Moet je zo. Kijk, doe je zo vasthouden, zo. Goed los. Doe zo en dan doe je. Jee. Sky. Sky. Paw Patrol, niet als onze doel. Paw Patrol. En ik weet dat het anders is. Paw Patrol, niets is te dol. Of zoiets is het. Maar ik vind het leuk om Sam dat te laten zeggen. Paw Patrol, niets is ons te dol. Paw Patrol, ja. Ja. Mijn ouders zijn onderweg hierheen. Dat zullen er ook al bijna zijn. Even de broer opgeruimd hier, want hè. Het hoeft niet spik en span te zijn, want mijn ouders zijn wat dat betreft niet zo moeilijk. Maar tja. Ik moet even de tafel nog afdoen. En dan zullen ze er zo wel zijn. Ik heb het kindje even aangekleed. Hoeft ook niet voor hun. Maar nee, dat vind ik zelf gewoon prettig. Dus nou is het even wachten. Yeah. En toen zijn mijn ouders op bezoek geweest, hebben we gegeten. En zijn de kindjes uiteindelijk naar bed gegaan. Mijn ouders zijn naar huis gegaan. We hebben je opgeruimd. En toen was het eigenlijk alweer tijd om naar bed toe te gaan, hè, Niels? Mm-hmm. Dus bij deze, welterusten. Welterusten. Goedemorgen. Hé hey Jordi, wat doe je nou in de tent? Deze? Was je rondje wezen te bekruipen? Goed zo, goed opgelost. Hij is nog steeds nat. Ja, dat klopt. Het duurt een tijdje voordat Robert weer hoog is. Hoi! Oh, ben jij het? Oké. Okay. Goed idee, Ding. Dan ben je 110 naar buiten. Goedemorgen! Daar is... Er zit iemand Bing te kijken. Kijk. Oh. Waar? Ja. Oh. Ja. Wil die bij mama zitten? Niet in je neus peuteren. Ik heb een paar kinderen die buiten spelen. Jordi zit binnen. Ik heb net een luier verschoond van Jordi. Daar ben je gewoon bang van. Maar ik heb deze twee etters die lekker buiten spelen.
Dus ik heb de deur open, verwarming laag gezet. Ja, ga ik de vaatwasser even opruimen en doen. En ja, dat. Jordi ook even gelijk aangekleed. Heeft ook kleding aan. Dus ja, lekker buiten laten spelen. Het is mooi weer, dus waarom niet meer? Papa? Nee, papa is er nog niet, jongens. Papa komt straks. Ja, papa komt straks. Papa! Nee, die is er nog niet. Papa! Jullie moeten eerst nog even spelen. Papa? Nee, eerst nog even spelen. Kom. Nee, papa is centjes verdienen. Papa, papa. Ja, papa. Daar. Dag, papa. Je verliest je aanhanger. Liam, wil jij eventjes Sam helpen? Sam is zijn aanhanger verloren. Papa. Zullen jullie eraan maken? Sam, wacht even. Wacht even, Sam. Even wachten. Even wachten. Dankjewel, Liam. Thank you, Liam. Wacht even, Sam. Eerst even Liam weg laten gaan. Daar. Niels is heel eventjes weg. Kindjes liggen overigens al in bed. Die waren zo moe. Of al in bed. Het is nu 8:30. Ze mogen iets later opblijven. Ze liggen volgens mij ook op de kant allemaal te slapen. Dus hey, toppie. Maar Niels even weg. En voordat ik ga opruimen, ga ik even ijsbonbonnetje eten. Even chill. Want dat mag. Dat is soms ook gewoon nodig. Deze ga ik even terugzetten in de vriezer. Want ik had er een paar in een bakje gedaan. Maar ja, dat. Even mijn bakje pakken. Mijn bakje pakken. Daar zitten mijn bonbonnetjes in. En ik ga eventjes door TikTok heen scrollen. En eventjes hier lekker van genieten en snoepen. Want, oh, maar deze zijn lekker. En ze zijn niet heel duur. Maar ze zijn echt wel lekker. Gewoon ijs met chocola. Yummy. Goedemorgen. Hi, het is Sam. Doei. Mama. Doei. Mama. Sam zit bij mij. We zijn aan het kijken hoe Liam en Liam. Als Liam. Normaal wil je niet bij Liam in de buurt zitten. Is dit er? Oh, ze zit heel druk. Ga je er weer vandoor? Doei. Waar ga je er vandoor, Jordi? Doei. 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 Is dat Joef? Is Joef. Oké, nu moet ik in mijn kijken. En daar liggen ze samen. Oeh, wat leuk. Ze liggen er nog steeds samen. Hoi. Hi. Hi, hi, hi. Ben jij inmiddels bij Jordi's kont gaan liggen? Jordi heeft wel de Jordi uitgescheten, hè? Ik weet niet. Die ruikt daar lekker naar binnen. Oké. Okay. Ja, we liggen daar lekker samen. Ik ben al de hele dag lekker met de kindjes bezig. Lekker aan het knuffelen, verzorgen, eten aan het geven, et cetera. Ik had bij de Kruidvat washandjes besteld, want die waren een aanbieding voor Jordi. En daar hebben we een hele grote doos van. Dus Liam zit weer lekker in de doos. Ja! Ja! Maar wij zijn lekker aan het knuffelen. Sam! Je bent Sam. Goed zo. Mommy. Mommy. Wij zijn lekker aan het knuffelen. En ja, de kinderen lopen hier allemaal rond in hun boxershort. Er is niks mis mee, want we zijn lekker thuis. Hè?
Oeh, lekker knuffelen. Inmiddels liggen de kindjes alweer in bed. We zijn ook nog even naar een verjaardag geweest van de peettante van Sammy. En nu ga ik even hier de boel recht trekken en opruimen, want dat is echt nodig. Kijk maar. Tadaa. Dus daar ga ik even mee aan de slag. En ik heb al de bank helemaal afgedaan. En ja, we zien wel hoe ver we komen. Maar het is in ieder geval nodig dat ik het even recht trek hier in huis. Een hele goede morgen. Ik ben net wakker. Niels is werken. En ik ben nu even drinken aan het maken voor de kinderen. Dat betekent ook dat Jordi krijgt maken hol elke ochtend en elke avond. Jij krijgt ook. Je krijgt het elke ochtend bij zijn fles en elke avond. En dan krijgt hij ook nog eens elke avond Cotrimoxazol. En dat betekent, dat is gewoon een onderhoudskuur van antibiotica. Maar nu ga ik even die flessen gewoon maken, want er staat hier een te zeuren. Zo, het is alweer lunchtijd. Ik heb tosties gemaakt met bruin brood. Vinden ze lekker hier. Er zitten er ook twee te smullen. Ja, het is niet zo heel interessant wat ik nou allemaal doe. Ik doe niet heel veel. Ik doe heel veel met de kinderen momenteel. En ja, dat is misschien ook wel heel interessant om te zien. Alleen het ding is gewoon, ik leg gewoon mijn telefoon weg. Ik heb mijn podcast aanstaan en ik ben gewoon met de kinderen bezig. Knuffelen, een spelletje spelen, even meespelen met de auto's, dat soort dingen allemaal. Dus dat is eigenlijk wat ik aan het doen ben de hele dag. Dat, ja, en als ik daar mijn camera neerzet, dan hebben de kinderen daar aandacht voor. Dus ja, vandaar dat ik niet zo heel veel vlog momenteel. Ja, ik ben ze nu in ieder geval eten aan het geven. Maar dat is eigenlijk een beetje wat ik de hele dag doe. Dus ja, vandaar. Ik ga even verder met hun eten geven. En ja, dat is het eigenlijk. De kinderen hebben gegeten. En ja, ik weet dat er dadelijk weer een paar aasieren bij mij staan. Dus ik maak iets extra. Ik ga voor mezelf even lunch maken. Dan pak je afbakbroodjes voor. Gewoon simpel die goeie kopen. Die snij je door midden. In dit geval snij ik ze alle drie even door midden. Ik pak er even een extra bord bij. Dat is makkelijker. Dan heb ik boter. Je kan gewoon smeerboter gebruiken. Dat is geen enkel probleem. Je smeert gewoon je broodje in met boter. Liam, laat Sam eens met rust. Liam? Laat Sam eens met rust. Ja, je kan dadelijk komen schooien. Is nu nog niet klaar. Ja, dag. Gewoon allemaal even smeren. Zo. Ik ben dingen even uit de koelkast ook aan het opmaken. Want ja, dat is gewoon nodig. Ik heb een champignonie. Daar snij je gewoon plakjes van. Hoe dik, dat mag je zelf weten. Ik zou er niet een hele champignon op gaan liggen proppen. Maar gewoon schijfjes. En dat doe ik dan op alle halve delen. In dit geval doe ik het niet op alle halve delen. Omdat ik ook nog kinderen heb die komen schooien en die vinden dit dan weer niet lekker. Dus wat ik dan doe is, ik doe er twee niet met champignons. Deze heb ik er over, maar ja, dat kan straks weer voor bij het koken gebruikt worden. Hè? Mes heb je nodig. Dan pak je Italiaanse kruiden. Sprenkel je er wat overheen. De hoeveelheid zelf bepalen. Ik doe maar wel hoor.
Het ziet er ongeveer zo uit. Dan pak je kaas. Ik had hier nog geraspte kaas. Die ga ik even opmaken. Ik gewoon op alles doe ik een beetje. Ik kan geen genoeg kaas eten. Voor de mensen die geen kaas lussen, why? Nou, die is ook op. Ook voor de delen waar geen champignons op zitten, doe ik dat. Dan pak je gewoon kaas. Ja, ik doe altijd kaas, hoe noem je dat? Schaven. Dan beleg je alles gewoon met kaas. Ja, hier moet je ook kaas, papa. Alsjeblieft. En dan ziet dat er zo uit. Ik doe de oven op 200 graden voor verwarmen. En dan schuif ik dit voor ongeveer 12 minuutjes zo erin. En dan heb je je lunch klaar. Zo makkelijk kan het zijn. Ook zonder de champignons kun je dit gewoon maken. Je kan er ook nog Italiaanse kruiden overheen doen. Wat je maar zelf wil. Je kan de paprika ook doen. Echt, de mogelijkheden zijn oneindig. Ik ga dit even afbakken. Aangezien ik van wat knapperigers hou, heb ik ze 2 minuten langer erin laten zitten. Zonder champignons zien er zo uit. En met zien er zo uit. En ik had al een napje genomen. Jam jam. Echt een aanrader. Ik maak dit niet heel vaak, maar zo nu en dan heb ik er echt zin in. Je kan er ook tomatensaus overheen doen. En dan heb je zo'n pizza-achtig iets. Je kan er echt van alles mee maken. Dat is wel lekker. En vaak heb je wel iets in huis. Waardoor je dit kan maken. Ik ga even lekker eten. En ik ga even een filmpje kijken. Over aasgieren gesproken. De eerste zit al rond me heen te cirkelen. Noem maar happen. Oh no. Moet mama een stukje afbreken. Kom dan. Kom dan, Sammy. Hallo, ik zit hier, hè? Ik zit niet in de gang. En hij is weer weg. Die komt zo alweer terug. Goed gedaan. Moet je echt niet dan? Nee, wil je echt niet meer? Oké. Okay. Had er 1 hapje gepakt. Toen zei hij nee. Valt nu nog mee. Gisteren zat ik te eten en ik had 2 broodjes. Ik heb zelf maar 1 half op. Maar goed, hè. Dit verdwijnt vandaag nog wel. Eten. Yummy. Daar. Hier. Volgende avond hier. Kun je happen? Het is weer te groot. Nee, toch niet? Oké. Okay. Is maar kaas, hè? Sam heeft inmiddels zijn broodje al daar. Oma, opa. Nee, is niet oma, opa.
Dat zijn de mensen voor wie we doen vloggen. Ja, daar heb je niks op te zeggen, jongen. Dit krijg je ervan als je een keer iets anders doet dan dat je normaal doet. Want ik had deze gezien. Ik denk, hé, dat is handig. Gekeken hoe dat het werkte en alles. Gedaan. Normaal doe ik altijd boteren, bloemen, et cetera. Maar hé, mijn cake. Hij is gaar. Hartstikke gaar. Ik had de appelkaneelcake gemaakt. Maar ja, dit is er dus nog in blijven plakken. En hij was gewoon hartstikke gaar. Nou ja, hè? Het is eetbaar. Dus dat is één ding dat zeker is. Kijk, cake is gewoon te eten. Voor Jordi heb ik hier staan. Maar die houdt niet van warme cake. Dus ik doe even wachten tot die afgekoeld is. Lekker? Lekker? Yummy? Mooi. Dus dat. Sam die had er nou nog geen zin in. Moet mama helpen? Komt hij aan, hoor. Kom hier. Ga zitten. Lukt het? Hier, lekker happen. Kom maar proeven. Dat is lekker, dat is cake. Je hebt nog niet geproefd. Moet je eens proeven. Yummy? Oh no. Nee, niet yummy. Volgens mij wel. Volgens mij vind jij wel yummy. Die heb je ook gevolgd. Liam wel, hè? Liam vindt het heel lekker. Ja, wie zo. Lekker? De kindjes zijn gedoucht en wel, net als moeders. Niels is werken. Het is hier ook al zo goed als opgeruimd. Alleen de keuken moet nog even gedaan worden. Maar de vaatwasser staat aan. Dus ja, ik wacht even op die vaatwasser. Want anders dan, hè. Maar goed, Niels is even werken. Ik hoef geen brood te smeren. Hoef ik nooit op donderdag voor Niels. Liam die heeft me met speelgoedje raak geslagen. Dus ja, daar kan er ook nog wel bij, hè. Ik ga nu lekker chocolaatje eten. En eventjes chillen op de bank. Niels is weer terug van werk. Mm-hmm. En de kindjes slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Ja. We gaan zo lekker douchen naar bed. Of ja, Niels gaat douchen, want het stinkt. Dus, ja dat. Dus bij deze. We gaan deze upsen afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.